Ja, goedemiddag. We hebben hier vandaag een sportdag gehad voor geld in te zamelen voor het KWF. Namens team Bonestro en team De Zwaan. Bonenberg. Correctie. En we moeten zeggen dat het een heel geslaagd evenement is geweest. Ik denk dat er wel 200, krap 200 deelnemers zijn geweest. Hier op de sportschool bij Energy Sport. En we hebben allerlei sporten georganiseerd, onder spinnen, bodypump. Je moet maar aanvullen als ik wat vergeet. Boogschieten. En kick in. Halve kind judo. Wat ook zeer geslaagd was, 2 uurtjes. Ja. Dus het was eigenlijk wel wat was. En daarnaast zeg maar, was er ook een markt. Waar ook andere partijen waren die ook meededen met Ambuwes. Die daar een artikel kunnen verkopen. Maar ook een aantal mensen die belangeloos met meegedaan. En een helft van de inkomsten ook weer gesponsord hebben aan ons doel. En dat hebben we allemaal gedaan, zeg maar, om straks in juni gaan we allemaal de Alpe d'Huez fietsen. Dat is een berg in Frankrijk en dan gaan we 13 kilometer. En dat is 1100 meter omhoog. En dan gemiddeld percentage van 11-12%. En dat gaan we met een 4-5000 man in totaal gaat dat gebeuren. En dan gaan wij met team Bonenberg en dan team De Zwaan aan meedoen. Aantal fietsen, aantal lopen. En dat is een week vol energie, emotie, gezelligheid en saamhorigheid. Dus dat is echt iets waar je eigenlijk een keer meegemaakt moet hebben. Nou, al deze dag zeg maar, hebben we natuurlijk gedaan om geld in te zamelen. We hebben elke deelnemer €2500 als inschrijfgeld garant staan. En deze dag al met al zeg maar, qua sponsoring, qua deelname en verkoop van hapjes en drankjes en de beloting. Je hebt toch denk ik al met al ruim €6000 opgebracht. Dus daar zijn we op zich wel heel dankbaar voor dat we dit op deze manier konden realiseren. En natuurlijk alle vrijwilligers en bedrijven en iedereen die eraan meegewerkt heeft, moeten ze zeker niet vergeten. Dus nogmaals heel hartelijk dank iedereen.